Hier voor mij staat een kleine rood met gele platenspeler, de Rikatech RTT33. Ik ben Barend van Zakenshops.nl en in deze video laat ik jullie deze platenspeler van dichtbij zien. En wat wordt er meegeleverd in de doos? Een handleiding en de netstroomadapter. Van dichtbij ziet deze platenspeler er als volgt uit. Wat gelijk opvalt is de rode klep die nu op de platenspeler zit. Deze klep zorgt ervoor dat u de platenspeler gemakkelijk kunt vervoeren. Om de klep open te kunnen maken, ziet u links en rechts twee klipjes die je simpelweg naar beneden moet klikken. En vervolgens maak je de klep open. Hier bevindt zich het draaiplateau met in het midden de spindel, de 45 toeren adapter. Deze kunt u ook gemakkelijk weer opbergen. Hier bevindt zich de toonarm. Het element en hier aan de onderkant de naald. Met de schuifknop helemaal aan de rechterkant kunt u de verschillende toeren instellen. Voor op de platenspeler bevinden zich twee interne luidsprekers. Hier bevindt zich de draaiknop waarmee u het volume kunt instellen. En met de draaiknop daarnaast heeft u de mogelijkheid om de toon in te stellen. En nu ziet u de achterkant van de platenspeler. Hier bevinden zich twee scharnieren. En het is handig om te weten dat als je de klep openmaakt, je de klep van de platenspeler af kunt halen en die ergens anders neer kunt zetten, zodat alleen de onderkant van de platenspeler overblijft. Dit is bijvoorbeeld handig als je de platenspeler helemaal niet meeneemt en alleen maar bij je thuis laat staan. En verder bevinden zich hier ook nog een aantal aansluitingen. Helemaal aan de rechterzijde bevindt zich de netstroomaansluiting, de RCA-uitgang en subwoofer output. Ik heb de platenspeler nu aangesloten op het netstroom en ik ga jullie nu even laten zien hoe je de platenspeler aan de praat krijgt. Dan zorg er als allereerste voor dat dit pinnetje naar beneden is geschoven, anders kun je de plaat beschadigen. Ik heb hier een plaat van Meatloaf. Deze plaats ik er voorzichtig op. Ik pak het element voorzichtig op en die schuif ik naar links. En ik laat hem rustig op de plaat vallen. Dus wilt u nou een plaat spelen die simpel te bedienen is, makkelijk mee te nemen is en er ook nog eens goed uitziet, dan moet u gaan voor deze Rikatech platenspeler. Wilt u deze platenspeler bestellen? Ga dan naar platenspelerzaken.nl. Ik bedank je voor het kijken en heel graag tot de volgende video.